Hoi, goedemiddag. Dus, gaat het? Ik ben in 2009 een leerwerktraject gestart, hier bij Paramel. En ik ben in 2012 daarvoor geslaagd. En toen ben ik in vaste dienst gekomen. Het leukste om hier te werken is eigenlijk de veelzijdigheid in het werk. Je hebt de hele dag door heb je wat te doen. Het is altijd wel iets anders om te doen. Nou, je staat nooit stil, je zit nooit stil. De procesindustrie, dat is eigenlijk een breed scala van maakbedrijven. En dan moet je denken aan farmacie, aan cosmetica, aan verpakkingsindustrie, rubber en kunststof, chemie, aardolie, tapijt, textiel. Je kunt ze gek niet opnoemen. Om met een proces wordt het een en ander gemaakt, wat we eigenlijk dagelijks gebruiken. Als je kijkt van boven de 50, dat is 15% van het personeelsbestand. Dat betekent dat we de komende jaren gewoon verfrissing nodig hebben van personeel. En die mensen hebben heel wat te bieden. We kunnen ze zelf opleiden, ze kunnen op allerlei manieren instromen. En dat maakt ons succesvol. Want we kunnen van een schilder, een bakker, een slager, of wat dan ook, wie er ook binnenkomt, kunnen iemand maken. Je hebt de mogelijkheid om een vak te leren, met leren werken tegelijk. Je wordt ervoor betaald. Je hebt mogelijkheden om door te groeien. En het salaris ten opzichte van andere takken van de industrie zijn hartstikke goed. Je begint met een salaris van ongeveer 2000 euro. En dat kan naar 5000 euro uitlopen, afhankelijk van in welke tak van de industrie je werkt. En dan heb ik het alleen nog maar over de basissalarissen, zonder dat er sprake is van toeslagen. De vooroordelen in de procesindustrie zijn dat het zwaar werk is, dat het vies werk is. Dat is zeker niet waar, omdat tegenwoordig is de procesindustrie erg geautomatiseerd. Ik zou tegen de mensen willen zeggen die in de procestechniek willen werken. Het is leuk, het is veelzijdig, verdient goed. Doe het!